Goedemiddag allemaal, welkom bij deze speciale live-uitzending over Brexit. We zenden live uit vanaf Deloitte-kantoor in Utrecht en mijn naam is Rosa Ordelman. Komende 30 minuten ga ik een tweetal Deloitte-experts interviewen en we gaan in gesprek over Brexit en dan met name kijken naar de fiscale gevolgen hiervan. Kijk, wat is de mogelijke impact of met welke scenario's moet je als bedrijf rekening houden nu dit allemaal staat te gebeuren? Het is uiteraard een hot topic. Sterker nog, een kwartier geleden zag ik via NOS nog het bericht dat Cameron woensdag definitief aftreedt. En er dan dus ook een nieuwe premier geïnstalleerd wordt. Dus het houdt iedereen flink bezig, maar ook uiteraard de fiscale kant. Dat is natuurlijk waar wij vooral op focussen. Ik spreek hier zo meteen over met Peter Kavelaars. Hij is directeur van het wetenschappelijk bureau van Deloitte. En daarnaast zijn we ook hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna ga ik nog in gesprek met Pascal Schrijver. Hij is specialist in indirecte belastingen. En dat is ook een gebied waar we veel impact verwachten. Maar we beginnen eerst eventjes met jou, Peter. Welkom in de uitzending. Ja. We hebben afgesproken om eerst even kort stil te staan bij een wat bredere blik op Brexit en de fiscale gevolgen. Vervolgens gaan we even inzoomen op de indirecte belastingen en dan sluiten we vervolgens weer af met jou om over de directe belastingen te gaan spreken. Heel goed, zeker. Dagelijks voorpagina nieuws op dit moment natuurlijk en er gebeurt een heleboel. Kun je in algemene zin iets zeggen over wat een Brexit gaat betekenen voor de relatie van het Verenigd Koninkrijk met de EU? Ja, daar valt wel iets over te zeggen, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook vreselijk vaag, omdat het er heel sterk van afhangt wat het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk gaat doen. En dat weet uiteraard nog helemaal niemand. Nee. En bovendien gaat het nog wel een tijd duren, want eerst moet het Verenigd Koninkrijk formeel aan de Europese Unie melden dat het uit de EU stapt. Dat is gewoon een formele procedure voor het verdrag. Dat is nog niet gebeurd. Dat is nog niet gebeurd en we weten ook niet wanneer het gaat gebeuren. Daar heeft het VK eigenlijk alle tijd voor om dat te doen, dus dat zou nog best maanden kunnen duren. We weten niet hoe het gaat. David Cameron is inderdaad, heeft nu gezegd opgestapt. Er komt een nieuwe premier, dat zal spoedig gebeuren, denk ik. En ja, hoe dat kabinet er dan mee omgaat, moeten we wel wachten. Maar vanaf dat moment dat het gemeld wordt en zegt tegen de EU, wij stappen eruit, is er nog een termijn van 2 jaar gedurende welke nog een periode van overleg plaatsvindt. En die periode van overleg, het kan zijn dat men er heel snel mee klaar is en dat men tot een datum komt waarop daadwerkelijk uit wordt getreden. Maar het kan ook zijn dat dat allemaal niet zo voorspoedig loopt. En dan is het wel zo dat na die 2 jaar het gewoon automatisch eindigt. Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijk punt, want als er het automatisch eindigt en er is niks geregeld, dan valt echt al het EU-recht weg. Met name natuurlijk voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de verhouding van de Europese lidstaten tot het Verenigd Koninkrijk. Ik denk dat het zover zelf niet zou komen. We zien dat er een heleboel relaties zijn die we nu hebben tussen de EU en andere landen. En het ligt voor de hand dat tezijnertijd het Verenigd Koninkrijk ook probeert daar op de een of andere manier in te treden of een afzonderlijke overeenkomst te maken. Nou, wat van groot belang is, als het uittreedproces zeg maar geschied is, de EU of het Verenigd Koninkrijk is losgekomen, is enerzijds de verhouding bezien vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie. Want daar kan het zijn dat er dus nog bepaalde EU-rechten blijven staan afhankelijk van wat er overeen wordt gekomen. En omgekeerd de verhouding vanuit de EU-lidstaten naar het Verenigd Koninkrijk. En vanuit de EU-lidstaten wordt het Verenigd Koninkrijk, wat wij noemen, gewoon een derde land. Net zoals elk ander land wat geen lid is van de EU. Ja. En dat betekent dat daarop in principe het EU-recht helemaal niet van toepassing is. Terwijl het Verenigd Koninkrijk zou kunnen zeggen, maar wij zitten weliswaar niet meer in de EU, maar we gaan wel bepaalde regels blijven we toepassen. En dat betekent dat ze niet juridisch, dus niet verplicht, maar vanaf basis van hun eigen regelgeving het EU-recht gaan toepassen. Ja. En dat zullen ze zeker, lijkt mij althans, op een aantal terreinen gaan doen. Het hangt dan ook een beetje af van de scenario's waar die zij kiezen uiteindelijk. Zeker, en er zijn nu een paar scenario's zichtbaar. Er kan inderdaad helemaal niets gebeuren. Nou, dat lijkt onwaarschijnlijk, hè, dat geen enkele afspraak tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk wordt gemaakt. Er kan een scenario ontstaan wat lijkt op wat de EU met Zwitserland bijvoorbeeld heeft. Want Zwitserland is natuurlijk geen EU-lidstaat en beroept zich daar ook altijd op en die is daar trots op. Maar tegelijkertijd zien we dat als je kijkt wat er inmiddels is geregeld tussen Zwitserland en de
EU dat heel veel is. Ja. En dat eigenlijk zo ongeveer het halve EU-recht daarop van toepassing is. En het zou best kunnen zijn dat het Verenigd Koninkrijk ook probeert dat te doen. Voor iets vergelijkbaars kiest. Ja, er zit wel een groot verschil. Want Zwitserland, daar zie je dat vooral het vrij personenverkeer van toepassing is. Ja. Terwijl de Engelsen juist uit het EU blijven stappen om dat vrij personenverkeer in te perken. Ja. Dus daar zit wel een belangrijk verschil. Een ander alternatief is dat er een soort vrijhandelsassociatie komt. Nou, dat zou daarom betekenen dat er importheffing, et cetera, althans als we dat fiscaal zien, wegvallen. En er is nog een belangrijk derde alternatief, denk ik. En dat is dat het Verenigd Koninkrijk lid wordt van de EER. Dat is de Europese Economische Ruimte. En daar zitten momenteel Noorwegen, Liechtenstein en IJsland in. En dat zou betekenen dat het EU-recht in vergaande mate van toepassing blijft. Want je ziet eigenlijk dat alle, nou bijvoorbeeld de vrije verkeers, de verkeersvrijheid, dus vrij personenverkeer, vrij kapitaalverkeer, dat die eigenlijk ook allemaal in die EER-overeenkomst zitten. Mm-hmm. Nou, en daar zou misschien dan ook weer een modificatie op van toepassing zijn. Dus enorm veel verschillende varianten. Ja, maar wel moeilijk om daar dan klaar voor te zijn of om op te anticiperen eigenlijk, in dit stadium. Dat zie je natuurlijk ook. Bedrijven kunnen dat ook eigenlijk bijna niet, als er niet enige helderheid is over welke variant het gaat worden. Nee, precies. En een andere vraag is natuurlijk ook van de fiscale invloed van het EU-recht op de fiscale regels van het Verenigd Koninkrijk. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja, zeker, want daar zijn we hier vooral bij voor elkaar. Precies, ja. We gaan daar zo meteen nog iets uitgebreider op in. Maar het is wel goed om even de fiscale setting, zeg maar, aan te geven. Ja. Wat we in het verleden hebben gezien is dat de EU betrekkelijk weinig fiscale regelgeving heeft. Sommigen zullen vinden dat het veel is, maar het is toch echt heel erg weinig als je dat vergelijkt met andere regelgeving. En dat komt omdat toen de EU als EEG werd opgericht in 1957, heeft afgesproken dat fiscale regelgeving eigenlijk op het niveau van de lidstaten blijft. Men wilde geen bemoeienis op dat terrein van de EU. Nou, en daar is nooit verandering in gekomen. En dat heeft men ook bemoeilijkt, doordat als je EU-regelgeving op fiscaal terrein wil introduceren, dan moet je unanimiteit hebben van alle lidstaten. En je begrijpt? Ja, dat is best lastig. Dat is bijna niet te doen. Dus er is betrekkelijk weinig regelgeving, maar langzamerhand zie je dat er wel iets is ontstaan. En het meeste wat tot stand is gekomen, daar komen we zo meteen nog wat uitgebreider op terug, zijn de indirecte belastingen. Dus dan moet je denken aan de BTW, invoerrechten en de accijnzen. Kapitaalsbelasting zit daar bijvoorbeeld ook in. Daar zien we juist een vergaande regelgeving. En dat herkent iedereen, de BTW. Ja. Ja, als precies. Belangrijkste voorbeeld. En het feit dat we binnen de EU natuurlijk geen importheffingen hebben. Nou, daar zal dus het nodige gaan veranderen. Maar ook weer afhankelijk van die varianten die we, die we straks gaan krijgen. En het ligt wel een beetje voor de hand dat daar het Verenigd Koninkrijk niet al te snel een eigen route zal gaan kiezen. Op het terrein van directe belastingen. Vennootschapsbelasting bijvoorbeeld. Daar zie je dat er een paar richtlijnen zijn. En die zijn geïmplementeerd, zeg maar, in het nationale recht ook van Engeland. Mm-hmm. En die zou men, ook als men uitgestapt is uit de EU, gewoon kunnen continueren. Maar men zou ook heel wat anders kunnen gaan doen. Ook dat weten we niet. En daar komen we zo meteen zeker nog even op terug. Hoe dat zou uit gaan pakken. En wat dat voor consequenties heeft. En eerder hebben wij het kort even gehad ook over die staatssteunprocedures. Kun je daar nog iets dieper op ingaan? Ja, die staatssteunprocedures zijn momenteel natuurlijk enorm belangrijk. Die worden momenteel volop gevoerd tegen de lidstaten. Hè? Als verboden staatssteun zou gegeven worden in de zin van het EU-verdrag. En de Europese Commissie is daar heel erg op gespitst. Daar loopt een aantal procedures, ook in zaken Engeland. Nou, die procedures die nu lopen, die blijven natuurlijk doorlopen. Die zullen ook gewoon tot een uitspraak komen. En als die ongunstig voor bijvoorbeeld Engeland is, dan zullen ze daaraan moeten voldoen. Alleen, ja, zo gauw ze eruit getreden zijn, hoeven ze voor de toekomst natuurlijk niet meer aan te voldoen. En ja, Engeland speculeert er misschien een beetje op in dit hele kader, dat als die staatssteunregels straks niet meer van toepassing zijn, zij makkelijker fiscale faciliteiten kunnen gaan geven aan bijvoorbeeld ondernemingen. Ja. Je ziet dat nu al, zei dat geen specifieke staatssteun is, maar wel een bevoordeling. Het Verenigd Koninkrijk heeft al laten weten dat ze het vennootschapsbelastingtarief fundamenteel naar beneden willen gaan brengen. Ja. Tot 15% ongeveer. Dat is meer concurrentie. En dat is dus concurrentie. En dat willen we nou eigenlijk een beetje zien te voorkomen. Hè. Ierland heeft natuurlijk ook dat hele lage tarief van 12,5%. Daar moeten we natuurlijk ook mee concurreren. Dus er dreigt wel een beetje een mogelijke race to the bottom wat betreft dat vennootschapsbelastingtarief. Ja. En dat willen we eigenlijk binnen de EU nou juist niet. Nee. En de Europese Commissie zal natuurlijk ook proberen te voorkomen dat dat binnen de EU
opgepakt gaat worden en die strijd gaat ontstaan. Ja. Maar dat risico is wel aanwezig. Maar in de toekomst heeft het Verenigd Koninkrijk dus inderdaad van de staatssteunregels niks meer te vrezen. En dat geldt ook voor de zogenoemde Code of Conduct. Mm-hmm, ja. Dat is een soort informele regeling. En die zorgt ervoor dat er geen schadelijke belastingconcurrentie kan ontstaan. Dat is afgesproken tussen de lidstaten, een soort politiek compromis. En ook daarom zijn in het verleden nogal wat regelgevingen, fiscale regelgeving gesneuveld. Mm-hmm. Nou, je ziet dat men daar dan straks ook geen last meer van heeft. En dat men ook op dat vlak misschien meer aantrekkelijke fiscale regels zou kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld om personeel aan te trekken. Ja. Of fiscale faciliteiten, arbeidskosten te verlagen. Ja. Oké. En wat betekent dit dan? Of wat verandert er dan voor de jurisprudentie van het Hof van Justitie? Ja, dat is ook een hele belangrijke natuurlijk. We hebben een enorme veel uitspraken van het Hof van Justitie. Ik heb ze onlangs nog geïnventariseerd. Dat zijn er ongeveer 450. Hele belangrijke zaken allemaal. Daar is natuurlijk nu het Engeland ook aan gebonden. En straks zal dat helemaal niet meer zo zijn. Dus alles wat ook daar weer tot het uittreden geldt, dat blijft gelden. Maar zo gauw er is uitstreden, kunnen ze als ze willen al die jurisprudentie links laten liggen. En die rechtspraak van dat Hof van Justitie, die heeft natuurlijk in een aantal gevallen echt beperkingen opgelegd aan wat een lidstaat kan doen in zijn fiscale wetgeving. Dus ook daar krijgt men weer alle vrijheid. En dat geldt zowel voor de directe belastingen als ook voor de indirecte belastingen. Dus in de volle breedte van het fiscale terrein. Dus men krijgt wat meer de handen vrij, om dingen, misschien leuke dingen te doen. Ja. Ja. En misschien ter afsluiting nog een wat algemenere vraag, hoor. Maar ik kan me voorstellen, de komende 2 jaar moet er ontzettend veel gebeuren qua voorbereiding op zo'n exit. Hoe hoog staan dan die fiscale veranderingen eigenlijk op het lijstje bij zo'n regering? Dat zal sterk afhankelijk zijn van de regering. Maar het feit dat men nu al heeft geroepen binnen een paar weken dat het vennootschapsbelastingtarief naar beneden gaat, dat is natuurlijk wel tekenend. En ik denk ook dat ze er inderdaad behoorlijk wat energie aan gaan steken. Want er dreigt denk ik toch een exodus van ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk. Hè? Dat ligt in de reden. Ja, en dat wil men natuurlijk absoluut niet. De economie draait op ondernemingen. Dus ze zullen daar verschillende faciliteiten voor gaan creëren. En zoals gezegd, ik denk met name ook proberen om de arbeidskosten laag te houden. Dus fiscale faciliteiten die het aantrekkelijk maken om werkgelegenheid in Engeland te creëren voor met name buitenlanders. En wat daarbuiten overigens nog interessant is, ik had het net niet genoemd, maar dat is op zich ook wel aardig om er even in de gaten te hebben. Engeland heeft natuurlijk een aantal buitengebieden. Hè? Ja. En de vraag is, hoe zit dat dan? Nou, die buitengebieden, en dan denk ik even aan Gibraltar, het eiland Man, de Kanaaleilanden, een aantal gebieden in het Caribisch gebied, die gaan in principe natuurlijk allemaal mee. Daar gelden specifiek fiscale regels nu, maar ook die zullen vervallen. En vooral Gibraltar is natuurlijk een interessant gebied. Ja. Nou, spannende tijd, zo te horen. Zeker, ja. Dankjewel voor nu. We zien jou zo meteen nog eventjes terug om nog wat verder te praten, specifiek over de directe belastingen. En dan gaan we nu door naar onze volgende gast en dat is Pascal Schrijver. Ja, welkom Pascal. Dankjewel. Deze speciale uitzending over Brexit. Jij bent binnen Deloitte een specialist op het gebied van indirecte belastingen. En zoals ik net al van Peter begreep, is dat specifiek ook een gebied waar veel veranderingen verwacht worden. Laten we het vooral gaan hebben over de impact of de gevolgen die jij verwacht op dat vlak. Als je dan kijkt naar de BTW, wat zijn dan wat jou betreft de grootste veranderingen die gaan komen? Nou, het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar daar kunnen we wel redelijk wat dingen toch voorspellen, zeker op het gebied van de BTW. Kijk, de BTW is op zich een redelijk geharmoniseerd stelsel binnen de Europese Unie op dit moment. Maar wel is het zo dat elk land zijn eigen lokale wetgeving heeft, zo ook op de UK dus eigenlijk. En wat je ziet is dat zometeen als er een Brexit gaat plaatsvinden, dat de UK toch meer in staat zal zijn om zijn eigen regels te implementeren. Verwachting is denk ik wel dat ze redelijk conform het huidige stelsel zullen blijven opereren. Het zou ook anders kunnen, maar de verwachting is denk ik wel dat zal gaan gebeuren. Maar meer vrijheid bijvoorbeeld om te bepalen welke tarief op bepaalde leveringen van toepassing zijn. Een praktisch voorbeeld kan zijn, gaan we wel of niet het laag tarief toepassen in de UK op de levering van elektronische boeken, e-books. Nou, dat is één voorbeeld. Ik denk dat het goed is ook om in oogschouw te houden, denk ik ook een beetje wat Peter net al aangaf, is dat er zowel gevolgen zijn voor ondernemers logischerwijs in de UK zelf, als voor ondernemers zoals bijvoorbeeld in Nederland die zaken doen met Engelse
ondernemers of particulieren. En dat is denk ik goed om dat in het oog te houden. Mm-hmm. Ja. Een hele belangrijke wijziging is dat zometeen de UK geen onderdeel is meer van de EU. En dat zou ook betekenen dat het systeem van wat we nu kennen, waarbij goederen van het ene, van de ene lidstaat naar de andere lidstaat gaan, dat noemen we het systeem van de intracommunautaire levering, gevolgd door een intracommunautaire verwerving daar waar de goederen naartoe gaan. Dat systeem gaat eigenlijk op de schop. Er wordt eigenlijk feitelijk vervangen door een systeem van import en export. Of beter gezegd, export van goederen naar bijvoorbeeld de UK, gevolgd door een import lokaal in de UK. Ja. Nou, dat heeft onder andere tot gevolg, niet zozeer op die levering zelf, want die blijft feitelijk zonder heffing, 0% zoals we dat vaak noemen. Maar wel dat er lokaal weer heffing gaat plaatsvinden en dat kan ook weer impact hebben op cashflow. Ja. Er moet invoer BTW betaald gaan worden. Nou, daarnaast zie je ook dat er redelijk wat wijzigingen zullen zijn en dat gevolgen zal hebben voor wat je in je aangifte verwerkt en wat je bijvoorbeeld in je European Sales Listing en dergelijke gaat verwerken. Ja. Dat is een belangrijke wijziging. Nou, een andere wijziging die gaat plaatsvinden is het ten aanzien van het mini one-stop-shop systeem. Een hele mond vol. Mm-hmm. Ja. Dat is een regeling die is geïntroduceerd op 1 januari 2015. En die het voor ondernemers mogelijk maakt om de BTW-voldoening te laten plaatsvinden via een centraal systeem voor leveringen van elektronische diensten aan consumenten. En die zijn belast daar waar de consument woonachtig is. Dus stel, een Nederlandse ondernemer zou een dergelijke dienst op dit moment verrichten aan een Engelse particulier, dan moet er Engelse BTW worden berekend. Maar dat MOS, het Mini One Stop Shop systeem, ja, geeft dan de mogelijkheid om dat via een vereenvoudigde aangifte, een elektronisch portal eigenlijk, te doen. Ja. Als de UK uit de EU stapt, zal ze ook geen onderdeel meer zijn van het MOS systeem. En dat betekent feitelijk voor onder andere Nederlandse ondernemers dat ze zich waarschijnlijk zullen moeten gaan registreren in de UK om lokaal BTW te gaan voldoen. Ja. Ja. Nou, zo zijn er denk ik nog een aantal andere bijzondere regelingen, waaronder de reisbureauregeling. Denk ik, voert iets te ver om daar in detail op in te gaan. Ja. Maar ook bijvoorbeeld Intrastad. Dat is een opgave die ondernemers onder bepaalde voorwaarden moeten doen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, om goederenbewegingen tussen lidstaten eigenlijk in de gaten te kunnen houden en te rapporteren eigenlijk. En je kunt je al voorstellen, yes, die gaat er dan ook aan, ja, feitelijk. Ja, hè, dat zal ook moeten veranderen, want ja, er is inmiddels immers dan geen sprake meer van een beweging van goederen tussen de ene lidstaat en de andere lidstaat. Ja. Ja, als ik het zo hoor, zijn het al best wel een aantal concrete punten, ja, die je wel kunt verwachten. Ja, deze kunnen we wel redelijk verwachten. Ja. Hoe het dan natuurlijk allemaal precies gaat uitzien, dat is nog wat, valt te bezien, maar er gaat wel het een en ander veranderen. Ja, ja. Ja. En we hebben het nu even gehad over de BTW, maar hoe zit dat voor de douane? Nou, voor de douane zullen we ook wel het een en ander gaan veranderen. Maar dat hangt wel heel erg sterk af van wat uiteindelijk de afspraken zullen zijn tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, oftewel de UK. Wat we nu zien, we hebben binnen Europa een douane-Unie. En dat betekent onder andere dat we een soort geharmoniseerd tariefstelsel hebben over de douaneheffingen. Maar betekent ook dat als goederen van de ene lidstaat naar de andere lidstaat gaan, er geen douaneheffingen plaatsvinden. Okay. En dat gaat eigenlijk veranderen in de basis, hè? Want de UK wordt een derde land. En dat zou in beginsel betekenen dat er douaneheffingen opgelegd zouden kunnen gaan worden. Nou, dus het is uiteindelijk een beetje aan de UK om te bepalen van hoe gaan ze dat vormgeven. Mm-hmm. Ja. Normaal gesproken worden douaneheffingen eigenlijk bepaald aan de hand van een drietal elementen. Dat is de klassificatie van de goederen, de waardebepaling en de oorsprong. Waar komen goederen oorspronkelijk vandaan? Ja. Met name bij dat laatste zullen we zien dat er misschien nog wat afwijkingen zullen zijn, wat andere regels. Maar bij de eerste twee elementen is het maar de vraag of daar heel veel gaat veranderen. Ja. 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 Misschien wel even goed om ook nog even op te merken dat als onderdeel van de EU kan de UK is natuurlijk ook een beroep doen op allerlei vrijhandelsverdragen, de free trade agreements die er nu zijn, gesloten worden. Nou, dat voordeel vervalt ook. En een aantal vereenvoudigingsmaatregelen voor handel, daar zal de UK zo meteen ook geen voordeel meer aan kunnen ontlenen. Ja. Nou, ja. Maar hebben de bedrijven in Nederland daar dan ook last van? Ja, tot op zekere hoogte natuurlijk ook, hè, want zij zullen uiteindelijk weer handel willen gaan drijven met de UK.
En de UK gaat natuurlijk weer nieuwe regels introduceren. Ja. Misschien grotendeels gebaseerd, hè, dus op het huidige stelsel. Afhankelijk van hoe het allemaal gaat verlopen. Mm-hmm. Maar dat zal ook Nederlandse ondernemers gaan raken. Nou, ingrijpende veranderingen dus, als ik het zo hoor. Maar dat, als bedrijf moet je daar natuurlijk ook gewoon die hele organisatie wel op inrichten. Dus daar lijkt nog wel het een en ander ook in aangepast te moeten worden. Ja, ik denk dat misschien is dat nog wel een van de belangrijke elementen. Je zult je systemen er flink op moeten aanpassen. Of flink, maar in ieder geval die zullen aangepast moeten worden. Dat hoeft op zichzelf ook niet altijd heel complex te zijn. Maar wat we vaak zien bij systeemaanpassingen is dat je wel afspraken moet maken met je IT-afdeling om tijdig die veranderingen te kunnen doorvoeren. IT-afdeling hebben het over het algemeen druk, dus het is zaak om tijdig contact te leggen binnen de organisatie om die veranderingen te kunnen doorvoeren. Maar als je dan kijkt van welke veranderingen zijn dat dan onder andere, dan moet je onder andere denken aan ook aan iets simpels, wat je nog steeds in veel bedrijven ziet. Veel bedrijven gebruiken nog steeds allerlei Excel-sheets om uiteindelijk bijvoorbeeld de btw-aangifte te kunnen doen. Nou, daar zal een verandering natuurlijk in moeten plaatsvinden, hè? Want de UK is gewoon geen onderdeel meer van de EU. Dat heeft impact op de manier waarop je bepaalde transacties rapporteert. Mm-hmm. En dan met name natuurlijk je ERP-systeem, hè? Die we net eigenlijk al eventjes aanstipten. Die zul je moeten updaten. Nou, dan moet je onder andere denken aan je tax determination. Dat is eigenlijk de logica die bepaalt hoe bepaalde transacties worden verwerkt in je voor de BTW. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld een levering hebt van Nederland, van goederen van Nederland naar de UK, dan is dat nu een intracommunautaire levering. Maar zometeen zou dat een exporttransactie zijn. Nou, die moet feitelijk op een andere manier in het systeem worden vastgelegd. Er moet een andere taxcode, zoals we dat noemen, krijgen om uiteindelijk de juiste rapportages ook weer te kunnen genereren. En dat is dan eigenlijk ook weer het tweede element. Dus je moet je determination goed zetten, maar ook je tax reporting moet aangepast worden. Zodanig eigenlijk dat uit jouw administratie de juiste rapportages kunnen komen. Ja. En dat hebben bijvoorbeeld je BTW-aangifte, je saleslisting die uit moet komen en wat er nog meer is. Ja, voor een leek klinkt dat misschien als 3 klikken op een knop, maar in de praktijk blijkt dat wel wat complexer te zijn dan dat. Ja, in de praktijk blijkt dat. Dus er komen altijd weer wat lastigheden om de hoek kijken waar je van tevoren misschien niet altijd aan hebt gedacht. Dus het vergt inderdaad net iets meer tijd dan je misschien zou denken. Ja. En als laatste nog eventjes heel kort, nog heel even kort stilstaan bij de accijns, wat er op dat vlak verandert. Ja, accijns is denk ik ook een interessant gebied. Accijns is deels geharmoniseerd ook binnen de Europese Unie. De tarieven overigens niet. Dus de vraag is of daar heel veel veranderingen zullen gaan plaatsvinden. Wat je wel zult zien is dat daar ook een stelsel zal moeten gaan plaatsvinden van import en export. Zodat je uiteindelijk ook weer heffing hebt in het land van verbruik. Dat is even heel kort voor wat betreft de accijns. Ja. Nou, het is misschien ook wel even goed om aan de mensen die kijken te vertellen. Een half uur is natuurlijk vrij kort. En het, zoals jullie nu al horen, is het een vrij omvangrijk onderwerp en veel veranderingen. Maar na afloop is er ook zeker de gelegenheid nog om ons te benaderen voor extra vragen of specifieke situaties waar jullie mee te maken hebben, inderdaad. Dus dan is er uiteraard de gelegenheid om daar nog wat dieper op in te gaan. Voor nu eventjes, laten we het hier even bij wat betreft de indirecte belastingen. Dankjewel, Pascal. Graag gedaan. En dan komt Peter nog eventjes terug om het te hebben over de directe belastingen. Welkom terug weer. Ik zei het net al eventjes, we zitten vrij krap in de tijd. Ja. Dus ik stel voor dat we gelijk even in gaan zoomen op jouw expertise eigenlijk. Welke gevolgen je verwacht voor de directe belastingen? Ja, bij de directe belastingen zit het pijnpunt zeg maar vooral in de richtlijnen. We hebben een aantal richtlijnen die fiscaal zijn toegepast. En dat gaat daarmee wordt eigenlijk in de belangrijkste gevallen voorkomen dat er bronbelastingen worden gegeven op dividenden, op rente en royalties. En die richtlijnen die voorzien er eigenlijk in dat die bronheffingen niet worden gegeven. Er is ook dan nog de moeder-dochterrichtlijn en die voorkomt dat bij de ontvangende partij, bij de moeder, die binnenkomende dividenden niet mogen worden belast. Nou, die gaan wegvallen, bezien vanuit de lidstaten van de EU, dus dan heb ik het even niet over het Verenigd Koninkrijk. En dat betekent dat in beginsel als zij een dividendbelasting hebben of een royaltybelasting, dat ze die kunnen gaan heffen.
Of dat ook gebeurt vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU-lidstaten, dat is nog niet helemaal helder. Want die richtlijnen hebben als kenmerk dat ze moeten zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Dus als de Engelsen zeggen, nou ja, eigenlijk vinden we dat wel leuk en laten we het maar zo houden, dan zullen zij dat dus blijven toepassen. Ja. Dus de vraag is, halen ze het eruit of laten ze het staan? En dat weten we uiteraard nog niet, maar vanuit de lidstaten zelf valt het weg. En dat betekent tegelijkertijd dat er aan de belastingverdragen tussen de lidstaten en de Europese Unie, dus de bilaterale verdragen, weer een meer betekenis toekomt. Want die betekenis was voor die bronheffingen eigenlijk voor een deel weggevallen, omdat die overruild werden door die richtlijnen. Nou, die belastingverdragen die gaan dan dus weer een rol spelen. En die hebben als kenmerk dat daarin altijd regels zijn opgenomen over eventuele verminderingen van die bonbelasting, dus die dividendbelasting, et cetera. En dat betekent dat eigenlijk dat gaat worden beslissend gaat worden. Nou, onder die richtlijnen valt die bronstaatheffing eigenlijk helemaal weg. En onder de belastingverdragen valt die voor een deel weg. Die blijft een stukje overeind. Die gaan dus een rol spelen. En misschien dat sommige landen of het Verenigd Koninkrijk, ja, wij willen dan eigenlijk toch wel gaan heronderhandelen wat te doen met die bronheffing. Misschien wil men ze toch weer terugbrengen naar nul. Mm-hmm. Maar dat zal dus voor een groot aantal bedrijven van belang zijn. Omdat ja, die bronstaatheffing eigenlijk gewoon kosten voor de bedrijven zijn die ze toch het liefste kwijt willen. Ja. Voor Nederland is het in zoverre iets beperkter, denk ik, omdat wij geen bronheffing op rente hebben en ook geen bronheffing op royalties, maar alleen op dividend. Okay. Maar landen die alle drie hebben, of twee, daar zal het dus zwaar een grotere rol spelen. En bedrijven zullen zich dus moeten gaan afvragen, hey, is dit nu wel de meest gunstige financiële link die wij met een andere lidstaat hebben, of moeten we toch onze financiën anders gaan regelen? Ja. En als je kijkt naar de consequenties voor de toepassing van de belastingverdragen in relatie tot het Verenigd Koninkrijk, wat kun je daarover zeggen? Nou ja, de belastingverdragen zelf, die blijven dus in stand, hè? Dat gaf ik net al aan, maar die zullen dus een zwaardere rol gaan spelen op deze terreinen. Op andere terreinen zal dat niet zo zijn. Daar denk ik dat ze ongeveer hetzelfde blijven. Alleen zou, maar dat is te technisch om hier uit te zetten, nog een antimisbruikbepaling een specifieke rol kunnen spelen. Ja. Wat wel van belang is nog in dit kader, en dat staat hier wat los van de belastingverdragen, maar wel nabij de toekomst van de EU, is dat er door de EU en de OECD nogal wat antimisbruikbepalingen worden getroffen. De anti-BEPS-regels, iedereen kent ze zo ongeveer wel. Ja. En we hebben momenteel een anti-BEPS-richtlijn in voorbereiding. Nou, die zal dus in Engeland niet worden ingevoerd. Dus daar zullen de Engelsen best wel blij mee kunnen zijn. Dat geeft hem toch meer speelruimte dan de lidstaat. Dus dat is voor Engeland een relatief voordeel en voor de lidstaten een relatief nadeel. Mm-hmm. Maar daar staat tegenover dat die hele antimisbruikwetgeving niet alleen tot stand komt, zeg maar, op het EU-niveau, maar ook op het OECD-niveau. Ja, precies. En dat is een heel belangrijk gegeven, want de OECD trekt hier net zo hard aan als de EU. En aan de OECD-regels, tussen haakjes, want formeel zijn het geen regels, maar de facto werken ze eigenlijk wel zo, zal Engeland daar natuurlijk wel aan gebonden zijn. Dus allerlei informatieverstrekkingen die verplicht worden en inderdaad anti-ontgaansmaatregelen, daar gaat Engeland stellig in mee. Maar ze creëren voor zichzelf dus wel iets meer speelruimte. En dat zou ook kunnen gelden voor het voorstel van de Europese Commissie om een winstbelasting met één winstgrondslag in te voeren. Dat stuit momenteel op veel weerstand. Een van de grote, of een van de meest zwaarwegende landen die tegen is het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. En het zou dus best kunnen zijn dat daar nu extra vaart toch in wordt gekregen om die in te voeren. Ja. Dus dat zijn wel misschien wat onverwachte effecten. Ja, in het begin had je het ook al eventjes over de gevolgen voor arbeid, maar ook sociale zekerheid. Ja. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Ja, uitzending van personeel is natuurlijk enorm belangrijk. Hè? Ja. Als je ziet hoeveel buitenlanders daar in Engeland zitten en omgekeerd vanuit Engeland ook naar Europa komen. Fiscaal zal daar niet zo heel erg veel aan de hand zijn, maar op het terrein van het arbeidsrecht, de sociale verzekeringen, maar ook op basis van pensioenen bijvoorbeeld, opbouw van pensioenen, speelt dat wel een grote rol. Ja, dat zal direct tot wijziging vermoedelijk komen, omdat de sociale verzekeringen Europees wel geregeld zijn, maar niet in de vorm van een richtlijn, maar in de vorm van een verordening. Die verordening vervalt straks. En een verordening heeft als kenmerk dat je niet hoeft uit te implementeren in de nationale wetgeving. Dus wat we bij richtlijnen wel zagen, dat is geïmplementeerd in die wetgeving. Dus als je dat niet intrekt blijft te bestaan, is dat bij verordeningen niet zo. Nou, dat betekent bijvoorbeeld voor gedetacheerde werknemers, die kunnen onder het huidige systeem eigenlijk standaard 5 jaar uitgezonden worden maximaal. En dan blijven ze verzekerd in hun oorsprongstaat. Ja. Dus iemand die vanuit Nederland naar Engeland wordt uitgezonden voor 5 jaar, die blijft in Nederland sociaal verzekerd. En dat wil men ook in de regel. Mm-hmm.
Als Engeland uittreedt, vervalt onmiddellijk die verordening. Daar is geen regelgeving in de nationale wetgeving. Dus dat betekent dat alleen de nationale wetgeving van de lidstaten, Verenigd Koninkrijk, Nederland in dit geval, beslissend is. En dan zal die verzekeringsplicht dus heel snel overgaan naar het Verenigd Koninkrijk in mijn voorbeeld. En dat wil men eigenlijk niet. Nee. En ja, hoe kan men dat oplossen? Door misschien weer een verdrag, een bilateraal verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk te sluiten. Ja. Als de EER-regelgeving hier van toepassing wordt, hè, wat ik even in het begin suggereerde, dan gaat die verordening wel weer mee in de regel. Want ook in verhouding bijvoorbeeld met Zwitserland zie je dat die gewoon van toepassing is. Ja. Dus het hangt daar ook wel heel sterk af wat er gebeurt. Ja, en pensioenen, die worden, dat is ook een heel belangrijk punt. Dat wordt vaak over het hoofd gezien. Daar geldt ook Europese regelgeving voor. En ook daar zal het lastiger worden om die grensoverschrijdend op te bouwen in, zeg maar, detacheringssituaties. Dat is altijd ook heel vervelend. Ja, ik merk al dat we hier nog rustig nog een half uur over door kunnen praten. Maar helaas hebben we die tijd niet. Uiteraard worden mensen natuurlijk wel op de hoogte gehouden, ook de komende tijd. Hè. We hebben de nieuwsletters, we gebruiken de website. En deze uitzending wordt later ook nog op de website geplaatst en via social media gedeeld. Dus dat kunnen mensen altijd even terugkijken. En daarnaast, mocht je naar aanleiding van deze special nog aanvullende vragen hebben, specifieke situaties willen bespreken, dan kan dat altijd eventjes door Peter een e-mail te sturen op pkavelaars@deloitte.nl. En dan zorg jij ervoor dat het bij de juiste collega's terechtkomt en de vragen beantwoord worden. Ja. Nou, dan wil ik jou in ieder geval bedanken en uiteraard ook Pascal voor jullie input. En dan wens ik iedereen vast een prettige avond.